Uitdagingen zoals de klimaatverandering, de mobiliteitsknoop, de versnippering van open ruimte en de toenemende verharding tonen dat we slimmer en anders moeten omspringen met onze schaarse ruimte. Maar hoe gaan we in de toekomst duurzaam om met onze ruimte? In België hebben we een geschiedenis van doe maar. Alles volbouwen gaat niet meer mogelijk zijn volgens mij om nog een beetje groen te behouden. Ruimte kun je natuurlijk niet zomaar bijcreëren uit het niks. Ik ben er zeker van dat ik geen huis meer ga kunnen bouwen. En ik zie dat ook niet meteen als een probleem. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar andere alternatieven. Ja, omdat we zo verspreid leven, moeten we misschien meer gaan centraliseren en zo. Ik denk dat we toch enigszins compacter moeten wonen. Ja, je kunt in de hoogte bouwen. Misschien moeten we eens denken aan ondergrondse woningen, dat is ook een mogelijkheid. Ondergrond wonen lijkt me niet ideaal, want dan heb je ook geen zonlicht en zo. Dus dat lijkt me echt niet tof te zijn. Zelf ben ik nu uit stad gaan wonen, maar dichtbij een treinstation. Zodat ik altijd makkelijk naar mijn werk ga geraken in de toekomst of naar school nu. Als we overal in het platteland gaan wonen, is er ook minder plaats voor landbouw. We moeten radicaal gaan herdenken hoe we onze ruimte invullen. Voor een duurzaam gebruik van onze ruimte zijn er heel wat oplossingen mogelijk. Misschien moeten we compacter wonen. Op plaatsen met voldoende openbaar vervoer. We kunnen woningen en bedrijven clusteren, zodat we energie besparen en ons minder moeten verplaatsen. Dan kunnen we ook restwarmte recupereren en delen via warmtenetten. En als we minder verspreid wonen, vrijwaren we open ruimte voor water, milieuvriendelijke landbouw, hernieuwbare energieproductie en recreatie.